U denkt natuurlijk, dit is Stijn Rutte, maar het is helemaal niet zo. Dit is de STR 2100L. Waar die L voor staat weten we niet precies, maar dat zijn we nog aan het uitzoeken. Het is een heel nieuw apparaat, het is namelijk een cyberconductor, zo heet dat. Het is een soort digitale dirigent. Wij noemen hem altijd het digitaal Stijntje, want hij lijkt een beetje op Stijn, dus dat vinden we leuk om dat te gebruiken ervoor. En ook omdat deze voorstelling natuurlijk ook betaald moet worden, is er vanavond wat reclame. En dat gaat over dit product, wat u dan na de voorstelling eventueel zou kunnen bestellen via internet. Goed. Hoe werkt het? Heel eenvoudig. Dit is de cyberconductor en dit is de remote. Dit is natuurlijk niet een echte remote, het is gewoon een telefoon, maar daar kun je een appje op downloaden. Ik kan hem even laten zien misschien. Nou, laat maar zitten, dat koffer zelf goed. Die app kunt u downloaden en dan kunt u alles vanzelf doen. Sorry, ik drukte even op een knopje. Ja, het is nogal nauw, het komt nogal nauw, je moet een beetje uitkijken hoe het allemaal werkt. Maar goed, ik zal het even laten zien hoe het precies werkt, want het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Laten we beginnen met, eens kijken, laten we gewoon beginnen met play, dat is misschien het handigste. Play. Geweldig, hè? Een pauze. En dan heb je natuurlijk ook nog, want je hebt ook nog een stopstand op zitten. Stop. Goed. En dan gaan we, er zitten natuurlijk nog wat meer dingen op, hè, want je kunt er van alles mee. Er zit bijvoorbeeld een, laten we eerst maar eens even spelen, een play. Er zit ook een volumestand op. Dat is erg handig. Als je bijvoorbeeld zit te eten, kun je hem wat zachter zetten. Dan heb je een zacht muziekje op te hangen. Maar je kunt hem dus ook wat harder zetten als je het wil. Ik zal hem wat harder zetten. Kijk even. Die app is nog niet helemaal wakker, geloof ik. Ja, daar komt hij aan. Kijk, en dan zet je hem harder. Je kunt hem echt keihard zetten. Hoor je dat? Oh, echt? Ja! Daar zit hij. En dan zit er ook nog. Er zit ook nog een mute stand op. Een mute. 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 En stop. Nou, is dat een handig ding of niet? Maar er zitten nog meer dingen bij. We kunnen daarna nog veel meer doen. Let op. Want stel je voor, je hebt je houdt van andere toonsoorten dan bijvoorbeeld G-mineur. Dit staat in G-mineur. Dus, maar laten we even zeggen dat we. Laten we eerst maar eens even op play drukken. Let op, daar gaat hij. Play. Dat is in G-mineur. Maar nou willen we een keertje bijvoorbeeld. Dat is ook wel eens een keer leuk. Wacht even, zet ik me even op pauze. Stop. Dan gaan we hem even in G-majeur zetten. Kijken of dat gaat. Dan ben je wat vrolijker natuurlijk. Hè? Of in een andere toonsoort. Kan ook een andere toon. Ik doe hem in C-mineur. Dat is ook wel een keer leuk. C-mineur. Leuk, hè? Ja. Dat is toch hartstikke leuk. Of in majeur. Kan ook nog, hè? Even kijken of dat werkt. Even dat knopje weer. Die hebben ze niet goed gemaakt, die app. Er zitten veel te veel schakelingen. Ja, daar gaat hij. Dat is nog een bug in het systeem. Kijk, dan wissel ik iedere keer van majeur naar mineur. En dan gaat hij weer naar... Zie je? Dat is leuk, hoor. Dan kun je iedere keer... Je gooit echt helemaal als... Geweldig, hè? En stop. Kijk, mooi hè. Je kunt bijvoorbeeld ook de snelheid instellen. Want er zijn soms mensen die willen dan dingen meeneuren. Of, heel erg leuk voor de dirigenten die dat willen uitproberen. Als je dan nog niet zo snel bent fysiek, je krijgt het allemaal voor elkaar. Dan kun je hem ook langzamer laten spelen. Heel mooi, langzamer laten spelen. Even kijken of dat gaat. Play. Even iets langzamer. Kijken of dat gaat. Het moet nog langzamer kunnen volgens mij, hoor. Ja, langzamer. Even kijken of dat gaat. Ja, nu heb ik hem hier zo. Dan kun je hem ook weer sneller laten spelen. Zo net, hè. Dat gaat ook nog. Even kijken. Ja. Komt ja. Sneller. Dat is ook wel leuk. Sneller. En dan gaan we kijken. Kun je fast forward doen?
En heel erg snel. En op, dan gaat hij. Sleuk, hè? Ja, ik ga wel uit de gezicht. Super snel, hè? Ja, zo is dat. Ja, hij moet nog een beetje afgesteld worden, Stijn. Dus onze cyberdirigent, je moet een beetje afgesteld worden. Maar goed, in ieder geval, wat je natuurlijk ook nog kan, het is ook wel leuk, er zijn mensen die bijvoorbeeld van een beetje, die houden niet zo van al dat live gedoe, die houden van het klassieke geluid van een mooie langspeelplaat, bijvoorbeeld. He, de klassieke langspeelplaat, een wat dunnere geluid van de langspeelplaat, zit er ook op. Eens even kijken of ik dat voor elkaar krijg. Play. En stop. Gelukkig, de ervaring nog. Goed, nou, wat er natuurlijk ook nog kan gebeuren is dat mensen bijvoorbeeld juist van de cd houden. Dat klinkt dan weer wat helderder, wat strakker. Laten we die eens proberen. De cd stand. Play. Stop! Ja. Stop, zei ik. Goed zo, dankjewel. Oké, goed. Nou, dat was dan voor de cd. Maar ook daar moet nog even naar gekeken. Dat hoort ook. Dan hebben we nog een laatste stand. Dat is wel erg leuk. Je kunt ook nog soorten dirigenten kiezen. Even een minuutje. Eens even kijken. Nou, goede dirigenten hebben we eigenlijk al genoeg van. Weet je, we gaan kies een keer een slechte dirigent. Slechte dirigent, start. Stop! Ja. Je kunt hem na de voorstelling dus halen, hè? In de foyer. De laatste stand die erop zit, is ook wel leuk om die ook even te laten zien hoe gewoon echt een beetje een strakke dirigent dirigeert. Daar hebben we eigenlijk de Heinrich voor. Die doet dat heel erg goed, maar die hebben we nou niet, want we hebben Stijn. Dus even kijken of ik hem in een Duitse stand kan krijgen. Misschien gaat dat wel. De strenge dirigent, play.
alternatieve Mozart. Mag ik een klein applaus voor Stijn Rutte en onze verteller Ton Hendricks. Ja, we hebben net in de pauze al gemerkt, dit wordt heel spannend vanavond. Het wordt heel spannend. Maar om dat echt te horen, gaan we eens even naar achteren toe. Maggie? Ja? Maggie? Ja? Hallo. Zeg, ja, dan merken ze dat het live is. Zeg, ja. Kijk, nou zijn jullie wel even groot, wist je dat? Kijk maar eens naar links. Ja, ja, hij is even groot. Ja, ja. Ja. Hoe is het sfeer bij jou? Hebben ze de pauze een beetje fatsoenlijk doorgemaakt? Nou, volgens mij wel. De grootste spanning is er nu een beetje vanaf. Nou wordt het zaak om focus te blijven houden, volgens mij. Dat is nog best wel lastig als er wat biertjes doorheen gaan. Of geen biertjes doorheen gaan. Hoe staat het met de focus, Peter? Eigenlijk gaat het heel goed hier. Iedereen is vol focus en iedereen is nog een beetje nerveus, denk ik. Maar na de eerste keer heeft iedereen nog meer zin in om er nog iets moois van te maken, dadelijk. En groeit dan ook de concurrentiestrijd? Of? Nee, er is nog meer een verbroedering nou. Iedereen is nou... Liefde, een en al liefde hier. Achter in de green room. Maak je borst maar nat, William. Jullie hebben het bier, wij niet. Wij ook niet meer. Oké. Zullen we dan maar verder gaan? Ja, doe maar. Oké, gaan we doen. Volgende stuk, wat we nu gaan horen, is eigenlijk een Hongaarse dans dat geen Hongaarse dans genoemd mag worden. Maar ja, Brahms moest er een titel aan geven en in zijn tijd was het daarom heel populair om het te vernoemen naar een populaire streek. Toen was het populair om het de Hongaarse dans nummer 5. Ik had gisteren 6 doorgekregen, dat bleek ook helemaal verkeerd te zijn. Ja, een oud nummer. We gaan voor de tweede keer luisteren. Nu gaat ze iets instrumentaals doen. Mag ik je voorstellen, de tweede optreden van maestro Ine Pennings. Thank you.
Hongaarse dans. Ine. Het zit erop. Ine. Ja, het zijn van die hele kleine dingen. Hè? Soms leer ze het maar half. Die hebben zoveel plezier. En... Oh. Ine, we gaan eens luisteren naar het oordeel. Stijn. Ja, want inderdaad. Je moet ze ook weer laten zitten, Ine. Want, ja, ik heb ze ook ooit vergeten, hoor. Stond ik al in de bar en dan stonden ze hier nog. Dus, absoluut revanche van voor de pauze. Voor de pauze, wat overigens ook hartstikke netjes was, hoor. Maar er gingen wat kleine dingetjes mis. Hier ook weer een heel lastig stuk met al die tempowisselingen. En dat heb je gewoon heel erg goed gedaan. Absoluut revanche. Super. Mark. Ja, dit is misschien tot nu toe wel het moeilijkste stuk van de avond. Zoveel stopjes en tempowisselingen. En dat is elke keer een inzet die komt van jou. En dat deed je echt supergoed. Bijna vlekkeloos. Dus echt heel goed gedaan. Nou, eens kijken wat jullie puntentelling nu wordt dan. Stijn. Ik ga voor een 7. Een hele goede, dikke 7. Mark? Ik doe daar nog een schepje op. 8. Kijk. Remco, verras ons. Ja, ik vond het ook veel beter dan het gevoelige Think of Me voor de pauze. En vooruit, je krijgt van mij ook een 8. Ine. Mag ik jou vragen, alsjeblieft? Maggie. Ja? Daar ben ik weer. Ja, daarom. Vang ze eens op, want ze komen nu. Is het er? Daar komen ze aan. Hey. Daar komen ze aan. Oh, dit was hem dan. Dit was klaar, jammer. We hebben morgen toch nog een keer, of niet? Zondagmiddagvoorstelling? Ah, jullie verlengen het gewoon het weekend. Nee, het was fantastisch. Helemaal leuk. Ja, dankjewel. Ik heb genoten. Ja? Ja. Wij ook van jou. Dank je. En volgens mij heb je een heleboel publiek in de zaal zitten. Speciaal voor jou, ja? Toch? Laat eens horen. Allemaal voor jou. Ja. Dankjewel, jongens. Dankjewel. Terug naar jou, William. Mooi. Le Miserable vertelt het verhaal van Jean Valjean. Stel je voor dat je voor één brood 19 jaar gevangen zit. En dan word je nog geteisterd. Eigenlijk door een klootzak. Javert. Javert wordt politieman en die ziet hoe dat Jean Valjean opgroeit en zich tot een beter mens wordt. Maar Jean Valjean of Javert ziet dat niet zo zitten. Hij kijkt naar de sterren en hij is geobsedeerd door het vangen van die man. Ik ga u voorstellen, Robert Snel. Robert Snel gaat dit stuk dirigeren. Maar ik ga je voorstellen aan de solist, Pieter Liebrechts. Maestro Robert Snel, komt u naar voren alsjeblieft. Stars uit Le Miserable onder leiding van Robert Snel. Of
Wat vindt jouw blok ervan? Je bent hun ster, hè? Ja, maar dat was hiervoor ook al. We gaan eens luisteren wat Mark ervan vindt. Ja, wederom goede prestatie. 12/8 maatsoort is een hele pittige om te dirigeren. Het is weliswaar in vieren, maar er zijn 3/8 per tel. En dat is best wel pittig om dat bij elkaar te houden. Dat ging heel goed. De tred was heel, heel regelmatig. En op het laatst, het moeilijkste deel van het stuk, denk ik, is het slot. De onderverdeling van die achtstes. Tam, tam, tam. Ik zag ze allemaal heel duidelijk. Dat is heel knap gedaan. Contact met de solist had van mij iets meer gemogen. Kritische noot, ja. Maar de beleving was weer hartstikke goed. Dus goede prestatie. Dankjewel. Remco. Ja. Dat is inderdaad knap, dat tempo wat je erin hield. Je hield het tempo wel ook heel strak. Je ging echt van links naar rechts, hield je dat overeind. En volgens mij hield je het zo strak dat het orkest zelfs op sommige momenten moeite had om jou te volgen. Jij wilde het misschien wel iets sneller dan het orkest wilde. Wie er dan gelijk heeft, dat laat ik als Stijn over om dat te beoordelen. Maar het was mooi om je weer te zien. En vooral het einde, want daar was ik heel benieuwd naar. Want er gebeurde voor de rest, hield je het heel strak. Iedereen deed wat hij moest doen. En op het einde, ja, daar zat de moeilijkheid en dat deed je perfect. Hartstikke mooi. Stijn, dan gaan we weer. De punten, ja, alsjeblieft. De puntjes, even misschien leuk om te vermelden. Ik zag zelfs, want er zit twee keer zit er in het stuk zit er een 6/8 maat in. Dat wil zeggen dat hij in plaats van 4 tellen in de maat, 2 tellen in de maat moet doen. En die zaten er gewoon in. Dus hij heeft dat helemaal tot in de puntjes uitgewerkt. Ja, hartstikke knap. Echt knap hoor. Echt knap. Ga er maar staan en ga er maar aan staan. Een 8. Mark. Een 8. En Remco? Een 8. Hartstikke mooi. Eerste keer unaniem. Ben je tevreden, Robert? Jazeker. Ja, super. Dit is gewoon zo leuk om te doen. Dit gun je iedereen. Ik denk dat het dan een hele lange dag wordt. Mag ik jou verzoeken om naar achter toe te gaan, alsjeblieft. Maggie, het wordt hier warmer en warmer en moeilijker en moeilijker. En misschien ook voor jou. Zeg, hoe is de indruk achter het podium? Ja,
Ik kon het niet laten om even aan de zijkant mee te kijken. Het is eigenlijk het allerleukst, want dan zie je ook de coaches. En in dit geval is die al, is Theo al op de bank aan het wachten. We gaan eens kijken wat ze ervan vonden. Kijk dan, ze staan gewoon al helemaal klaar. Ja, ik moest er blijven staan. Theo. Ja, maar wat vinden jullie ervan, mannen? Ik heb zover ik weet geen kinderen, maar ik weet nou wat het is om heel trots te mogen zijn. Wat hier is geïnvesteerd. Robert, wat vond je van het jurycommentaar? Ja, ik vond prima commentaar. En ja, het contact met de zanger had iets meer gemogen, maar verder. Het klopt allemaal. Het is moeilijk, het is leuk, het is geweldig. En ik ben tevreden. En heb jij nou, daar was ik even nieuwsgierig naar, want ik zag hem zo begeesterd in de coulissen meebewegen. Hebben jullie contact met elkaar of niet? Nee. Daar hebben we ook afgesproken, dat doen we niet. Want stel je voor dat hij een blik heeft die ik niet kan plaatsen, dan ben ik helemaal uit... Ja, hij heeft hele gekke blikken. Ja, dat zag ik, ja. Ja. Maar goed team. Ja, dat wel. En nu volgens mij genieten dat je die spanning kunt laten gaan en alleen nog maar wachten wat de rest van de avond brengt. Nou ga ik een pilsje drinken. Doe maar. Proost. Geniet ervan. Dankjewel. Ja, proost. Nou, dankjewel. Jullie hebben het bier. We gaan naar Bizet. We gaan naar Arles. We gaan het hebben over het meisje van Arles. En dat wordt vertaald in Farandole. En dat komt uit L'Arlésienne le Suite. En het Arlese meisje wordt weggebracht door Litwina Sterken.
Edwina. Je hebt het meisje uit Arlen heel mooi thuisgebracht. Het zit erop. Ja. Maanden voorbereidingen. Ja, is het in één keer. Ja, toch nog wel even spannend. Beetje trillen. Het was een moeilijk stuk voor mij. Maar het is met behulp van hun weer goed gekomen. Hartstikke mooi. Ja. Wat vinden jullie ervan? Lidwina, we gaan eens even luisteren wat Remco ervan vindt. Genieten. Ik vind het, dit stuk stond bij mij, denk ik, toch wel bovenaan, redelijk bovenaan, als een van de lastigste stukken om te dirigeren. Hier zitten hele tricky overgangen in. En er gebeurt, ook als er niks gebeurt, gebeurt er in het orkest zoveel, ritmisch, dat je het maar niet kwijt moet raken. En jij raakte het nergens kwijt. Het ging af en toe ergens een beetje wiebelig. Maar dit was, ja, ik weet niet welke techniek Hubert jou daar heeft aangeleerd. Maar dat doet er eigenlijk niet toe, want het orkest deed wel wat jij wilde. Dus ik vind het, ik heb er echt van begin tot eind alleen maar van genoten. Geweldig. Stijn, wat vond jij ervan? Ja, ik kan daar heel weinig aan toevoegen. Hetzelfde gevoel, hartstikke goed gedaan. Het overgangetje waar het in zat, hartstikke goed. Want het was niet eens zo dat de slagwerker het initiatief nam. Nee, jij nam het initiatief voor het tempo in dat snelle gedeelte. En dat deed je heel goed. En je merkt dan dat het stuk heel lang in dezelfde doorgaat. Maar daarin zocht je ook weer het kleine, het zachte, het sterkere. Dus ja, echt goed gedaan, Lidwina. Oké. Okay. Jullie mogen de laatste keer punten geven voor Lidwina. Stijn. Ja, ik blijf bij mijn 9. Mark. Een 8. Remco. Ja, ik durf ook na mijn commentaar net toch ook wel een kleine 9 te geven. Nou. Lidwina. Alsjeblieft. Het regent hier emoties en negens. Hoe is het bij jou? Ja. Ja, kom lekker op de bank. Fijn, hè? Ja, dat dacht ik wel dat jij dat fijn zou vinden. Ja, maar ook met hun erbij is ook altijd leuk. Hè? Met de anderen erbij, maar daar naartoe. Dat komt zo meteen. Ja. Vol lof zijn ze over jou. Oh, ik schrik ervan. Zelf heb ik dan het idee van, oh, moet snel. Oh, sorry. Moet sneller, maar... Ja. Had je dat ooit verwacht toen je 10 weken geleden voor het eerst voor het orkest stond? Nee. Ik begon met een kan-kan. Oh, als je dat terug ziet. Mensen lagen bijna te slapen. Zo slow. Maar ja, nogmaals, door middel van mijn lieve coach Hubert heb ik zoveel bijgeleerd. Zoveel. Ga je het niet ontzettend missen, al dat repeteren en die muziek? Ja, wij zeiden wel van... Nou vallen we voort in een gat, hè? Ja, we zijn regelmatig bij elkaar gekomen, maar nou is dat dus afgelopen, ja. Nog niet, hè? Oh nee, nog niet, nee, maar de repetities wel, hè? Ja, ja. Geniet er nog maar even van, hij staat al op jou te wachten. Ga maar vlug naar je coach, ja, samen vieren. Fijn. Doe maar, veel plezier. Dank u. Op naar de wijn. Ja. Ik dacht, ik zeg er niks over die drank, maar nou beginnen ze er zelf over. Ja, want ik weet niet of jullie hem al gezien hebben, maar daar staat hij, de bokaal, de grote beker, waar het vanavond allemaal over gaat. Die krijgen ze mee, of krijgen ze, die krijgt hij of zij mee. En tot die tijd staat hij nog hier, ik bewaak hem. En ik ben benieuwd, waar hij naartoe gaat. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, ik kijk op het scherm... Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of de jury het nog een beetje volhoudt. Al die moeilijke beoordelingen daar. Heren, wat hebben jullie daarop te zeggen? Ja. Het is genieten hier, dus het is heel goed vol te houden. En een biertje zou kunnen, maar... om de sfeer wat... Het is heel goed vol te houden, ja. Maggie, ja. Echt, het is gezellig hier. Nou, zet hem op, jullie mogen weer door. Dankjewel. Tot zo dadelijk, Mary.